Ja, wie moet er in de spits? Ja, dat is de grote discussie. Ja, hè? Daar wil iedereen even het erover. En wij zijn natuurlijk, jullie en ik, wij zijn allemaal bondscoaches. Ja, wij weten het natuurlijk allemaal. Maar ja, ik bedoel, je hebt een keuze uit 4 ongeveer. Je hebt die Boateng en je hebt Weghorst en je hebt natuurlijk de Jong en dan heb je Babel. Dus daar moet je allemaal uit kiezen om die in de spits te zeggen als de pijn niet meedoet. Nou ja, hey, luister even goed. Nou, ik weet het ook niet. Ik zou als bondscoach ook even om mijn kop krabben. Ja goed, Koeman kennende zou ik denken, kijk die Weghorst, dat doet hij niet. Die zet hij niet in de basis. Dan had hij die al lang veel eerder een keertje opgeroepen. En die Boadu, ja, die komt net kijken, dus dat is misschien allemaal net te vroeg. Dus daar zou ik ook van denken, dat gaat niet door. Dus dan wordt het de keus. Ergens. Dus dan zou ik zeggen, dan zet je die Promes aan de zijkant en dan zet je die Babel aan de zijkant en dan zet je Luc de Jong in de spits. Dat is een mogelijkheid. Dat zou dus kunnen. En als je dat niet wil en je wil dus met een snellere gozer in de spits, nou ja, dan zet je die Babel in de spits en dan zet je die Stengs aan de zijkant met die Promes. Dat kan ook nog. Nou ja, goed. Hé, luister even. Ik gooi het ook maar even in de lucht. Laat het mij even weten.